Hallo kijkers, terugkijken naar een nieuwe video van de KV Oostende carrière mode. Hier is een Noord-Macedonische speler die ik hier even ga kopen. Maar voor laten we 3 jaar nemen. Als nieuwe speler en dan de volgende speler ik toch wel halen. Deze speler nog een extra spits. We hebben toch zeker een extra spits nodig. Net iets onder zijn waarde bieden. Misschien als we daar al mee akkoord gaan. Ja, 3,5 aanbieden. Ja, natuurlijk gaan ze al meteen hoger. Oeps, ik heb ongeluk geaccepteerd. In de vorige video hadden we ook tegen Antwerpen gespeeld en toen hadden we zwaar verloren. Het schietenlaag is blijkbaar gelinkt aan Genoa. Oh nee, eerst Antwerpen ook alweer. Oh, de keeper heeft hem. Nu misschien. Ah, oh, jammer. Die is naast. Voorzetten. En nu. Ah, oh jee. Ik heb er slecht gevoel over en ze scoren. Tegen Antwerpen hebben we het altijd moeilijk voor een of ander gegeten. Oh no, daar zijn ze weer. En dat is het 2-0 lol. Oh, de keeper het. Is nog niet gedaan. En nu is het wel gedaan. Nu scoren. Oh, weer naast. Nu misschien de kans om eens te scoren tegen Antwerpen. Nog binnen. Maar Reis heeft blij. Oh nee! Oh, stom van mij. Ah, ik kan nog naar de keeper en dan. Ah, nou, ik kan dan nog spelen met de passen en. Ah, weer een grote. Dat we met zware cijfers verliezen tegen Antwerpen. En, ik denk dat we sowieso wel verliezen deze wedstrijd, maar we kunnen misschien nog een goal maken gewoon voor onze eer. Oh nee, weer niet dezelfde situatie als net. Ja hoor, ah, 4-0. En spits wisselen, want hij heeft niet veel gedaan in deze wedstrijd. Dit is geen buitenspel. We scoren. Ah, nee. Dit is niet goed. Oh, keeper het. Zonder onze keeper was waarschijnlijk al 7-0 of zo. En die pakt hij niet. Ja, weer maar 5 goals verschil. Ja, dit wordt weer een wedstrijd waar ik liever niet aan terugdenk. Wat is een heel zwaar verlies opnieuw. Wauw, deze speler moet ik echt halen. Hij is een vrij speler, maar hij is al bijna 5 miljoen waard. En ook redelijk jong, dus ik ga deze even kort naar ons team halen. Nieuwe speler ook even opstellen. Want hij heeft wel veel potentie en ik heb die wedstrijd tegen Charleroi toch wel simuleren. En we verliezen met 1-2. Oei. We zijn bezig met een iets minder periode nu. We zijn wel nog gelukkig in de top 5. Met 1 punt voorsprong. Oh, en nu moet ik ook nog tegen Brugge. Oh nee, er is Wilson. En de goal al. Voor Brugge. Ah, 2-0 ook nogal. Als het fout van Brugge. En rood voor Rits. Oké, we hebben nu een man meer. Geen met het spel. Nu scoren. Ah, je moet iemand naar Rits. Ah, 3-0. En het afgelopen. 3-0 op ons doos. Het is tenminste niet zo zwaar als tegen Antwerpen, maar het moet toch beter. Deze wedstrijd in de beker. Ga ik wel simuleren. En gelukkig winnen we deze keer vooral met 0-3. Einde van de transfers komt er weer aan. Ik ga deze speler nog halen, hij is toch gratis. Oké, deze wedstrijd tegen Twente wil ik nog spelen. Nu misschien. En hij scoort. Gomez met zijn goal. Zijn 5e. 11 wedstrijden. 2-0. Oké. 23 gaat toch iets makkelijker. Nu. Oh. De redding van de keeper. En dan nog eens een goal. 3-0. Silva. Gomez. En de goal.
4-0. Oh nee, Twente. En de keeper moet nog iets redden. En het afgelopen 4-0 overwinning. Wat nog eens een overwinning nodig. Heel erg nodig zelfs. Oké, ik ga toch nog die wedstrijd in de beker even simuleren. Ik wil tegen Antwerpen heb ik geen zin om te spelen nog, want dan ik weet dat het dan weer fout gaat. En we winnen! We winnen tegen Antwerpen in de beker. Oké. Dan is Antwerpen nu uitgeschakeld en gaan wij door. Om de volgende wedstrijd is tegen Cambuur, die wil ik misschien ook nog simuleren. En dan kan ik de volgende video beginnen met een wedstrijd tegen mijn next team, Heupen. Ja, ik ga dit ook met hetzelfde elftal simuleren. En we winnen met 4-1. Oké. Dat is goed en kom met mijn hat-trick. We staan 6-1 en ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, laat dan weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Dus doei!